De vorige keer zag Ramzi zijn leraar cocaïne snuiven. Maar zijn leraar zei dat het poedersuiker was. En Ramzi was best geïnteresseerd in het poedersuiker. Gert-Jan kan zijn aardappels niet vinden. Deze gangster Gert-Jan gaat vervolgens dealen om aardappels te kopen. Maar zijn vader komt erachter. Deze gare Frederik probeert zijn naam te veranderen en hij denkt dat iedereen het boeit. Maar het boeit helemaal niemand. Net zoals mijn video's, dat boeit ook helemaal niemand. Nou, zij vertelt dat ze Armo heeft gedaan, oftewel haar broer. En zij gooit het meteen de hele wereld in. Iets wat ik ook zou doen eigenlijk. Hier zie je Gert-Jan op het plein staan met zijn zus. En hij dacht eraan om ook poedersuiker te gaan gebruiken. Gast, je moet niet bij Ramzi kopen. Ik weet niet zo hoe waar ik mijn poedersuiker moet kopen. Gert-Jan, koop anders van mij. Ik heb een fiets nodig, ik moet even onderhandelen. Nee. Kan jij misschien een fiets kwiet? Ik moet een fiets hebben. Nee, regel je eigen fiets. Hier zitten twee meiden de video van Beb en Armo te bekijken. Maar had die Armo niet met die ene famke Louise? Maar nee, jij bedoelt waarschijnlijk die Fabiola. Yami is druk bezig met het verder verspreiden van de video van Beb en Armo. Oh mijn god, pak dat poedersuiker. Het ligt gewoon op de grond. Hé, hey, blijf eens van mijn poedersuiker af. Odin, check deze aanbieding. Wat? Ramzi zit aan de cocaïne. Het is gewoon poedersuiker. Ik ga mijn ellende opvegen. Ik heb een fiets nodig. Ah, klotezooi. Zo, dat is een koude mooie fiets. Je maakt hem gewoon kapot. Nou, ik heb de fiets gesloopt van mijn leraar. En ja, dat doe ik allemaal voor drugs. Dankjewel voor alle drugs. Ik ga het meteen opsnuiven. Je bluft van mijn poedersuiker af. Ja, dat is helemaal goed, maar het is jouw schuld als je er dood aan gaat. Beb gaat nu om met de vriendin van haar broer, Armo. Zullen we samen anders een filmpje opnemen? Nou, deze video gaat over eerlijkheid. Vertrouw elkaar en wees aardig voor elkaar en lieg gewoon niet. Je lult echt uit je grote, vieze, lelijke bek. Want ik kwam erachter dat ze het gewoon met mijn vriend heeft gedaan. Luister eens even, ik heb echt goede poedersuiker. Ik zweer, ik moet Ramzi echt vertellen over die goede shit die ik heb. Sinds je met die jongens omgaat, heb je ineens een ander accent. Nee, nee, dat zijn mijn video's. Doe even normaal, man. Waarom heeft mijn video zoveel views? We moeten Armo uitnodigen op school. Hou je bek! Zo kunnen ze hem leren kennen. We gaan Armo niet uitnodigen, ik heb me toch bedacht. Heb je die video van Beb en Armo nog? Ja. Oké, want ik heb namelijk een goed plan. Je gaat die video niet doorsturen, want ik ruïneer je leven. Leuk. Beb is van plan om haar vriendin te exposen. Oh my god, ik ga zo goed op deze video, man. Kun je me die video sturen, want ik wil iemand exposen. Ja, man, ja. Ja, is goed. Dag. Waarom kijkt iedereen naar mij op school? Omdat ik je heb exposed, trut. Waarom? Er gaat een video van je rond dat je aan het wielrennen bent. Luister even. Wielrennen kan echt niet. Ik ben Milan en ik, Eet graag aardappels. Kom eens even mee. Wat doet je raar, zeg. U verandert zelfs uw accent. Pas een beetje op voor Gert-Jan. Zijn echte dialect is eigenlijk boers. Waarom hij gezegd dat ik boers ben? Ze zou er toch wel achter komen. Je ligt de boel weer bij elkaar. Hier. Auw. Oh my god, jij. Jij bent van die wielrenvideo. Jij bent een wielrenner. Oh nee. Wielrennen is gewoon mijn hobby. Nee, grapje. Ik ben net zo Nederlands als jij, dus laten we samen wielrennen. Ik ben morgen, niet hier. Waar ga je heen dan? Ik heb vanavond een feestje en we gaan de beste poedersuiker ooit proberen. Ga je zonder mij weg? En waarom snuif jij poedersuiker? Niet alleen ik, ook Gert-Jan. En waarom mag ik niet mee? Omdat ik het met hem wil doen, oké? Heb jij soms een oogje op Gert-Jan? Wil je even meekomen? Er is iets met Ramzi. Alleen Stro weet wat er misschien is gebeurd. Hij zou gaan snuiven, maar hij zei wel poedersuiker. Oh, je had hem tegen moeten houden. Besef dat ik mee wilde. Ik had dood kunnen zijn. Stro, het waren geen poedersuikers. Schijnbaar waren het aardappels. Die klote Gert-Jan zit hierachter. Hij wilde de aardappels. Nee, ik ga hem zoeken. Ik pak hem bij zijn lurf. Je weet dat ik verslaafd ben aan aardappels. Ik vroeg om aardappels, niet om de ding. Ik wil het ook wel hebben aan poedersuiker.